Tegenwoordig heeft iedereen wel buxus in de tuin. Maar buxus is toch een tamelijke investering en daarom ga ik jullie vandaag laten zien hoe je makkelijk zelf buxus kan vermeerderen. Wat heb ik nodig? Mijn buxusstekken, donkergroen afgerijpte stekken, 10 centimeter lang, stekgrond en stekpoeder. En als ik dat allemaal heb, kan het niet mislukken. Ik ga beginnen met mijn stekgrond in een piepschuime bak te doen. Daar moeten wel gaatjes in zijn en als die er niet in zijn, maak je gewoon met je mes er zelf gaatjes in. Voor de afwatering natuurlijk, hè. Dat is luchtig, dat zie je. Goede kwaliteit, een beetje aandrukken. Nu ga ik mijn stekpoeder hier in dat potje doen. En nu mijn stekken. Dus je kunt hier eigenlijk, als je wilt, 100 of 200 stekken inzetten, maar dat ga ik niet doen. Ik ga ze een beetje van elkaar afzetten, zodat ze meer ruimte hebben voor te wortelen en ik niet te snel moet uitplanten. Dus ik heb stekken gezocht die een beetje vertakt zijn. Ik ga daar 3/4 van het loof van afdoen. Dus zoiets. Dat moet wel rap gaan, hè. Time is money, hè. En nu ga ik de groeikopjes er ook nog uitsnijden, zo. Want waar geknipt, vertakt een plant. Dat is algemeen geweten. En dan moet je even met een mesje eens langs die stammetjes afgaan, zodat je ze een klein beetje beschadigt. Dan blijft de stekpoeder er beter aan plakken. Nu ga ik de stekken even nat maken in het water. Dan is in de stekpoeder hup, het overtollige ervan af. En dan duw ik mijn stekje in de grond, niet te diep. Waar moet je dit nu overwinteren? Ja, op een beschutte donkere plaats, niet in de volle zon. Dat kan perfect in zo'n koude seizoen. En na een maand of 4, 5 kun je de plantjes uitplanten. En dan, even daarna, kun je je haagje daarmee maken. Dus veel succes. Af en toe wel eens een beetje water geven.